Joop Atsma wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Tialf. Ook Geert Kuiper komt de Raad van Commissarissen versterken. Atsma en Kuiper sluiten aan bij Piet Nammersma, die al commissaris was. Met de twee nieuwe commissarissen is een volgende stap op weg naar het nieuwe Tialf gezet. Joop Atsma is politicus, sportbestuurder en voormalig journalist. Ruim 12 jaar was hij lid van de Tweede Kamer namens het CDA. Ook was hij staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het eerste kabinet Rutte. Geert Kuiper is momenteel werkzaam als schaatscoach bij de TVM schaatsploeg. In het verleden was Kuiper een verdienstelijk sprinter. In 1984 deed hij mee aan de Olympische Winterspelen. De provincie Friesland heeft de aandelen van Tialf die nog in bezit waren van Aegon en Essent overgenomen. En daardoor heeft de provincie nu formeel 2/3 van het eigenaarschap. Gemeente Heerenveen is voor 1/3 eigenaar van Tialf.